Welkom bij Arnhem Report op reces met. Tijdens de politieke break is de bestuurlijke crisis in Arnhem nog altijd in volle gang. Tijdens deze serie spreek ik alle Arnhemse raadsfracties in de Eusebiuskerk. Vandaag Matthijs Loor, raadslid voor D66. Na de coalitiebreuk wordt zijn partij een te stevig dualisme verweten. Zelf richt hij zich liever op de inhoud. Goedemiddag, hier Matthijs Loor van D66. Het tweede seizoen van Op Reces Met. Vorig jaar sprak ik met u, nog steeds de fractievoorzitter, mevrouw Anderweg. Die is op vakantie dit jaar, dus. Gaan wij vandaag even het gesprek doen. Even kijken naar het afgelopen jaar en hoe we aankomend jaar weer verder gaan. Maar even beginnen, recesperiode nu. Zijn even benieuwd van, wat doet u zo buiten de politiek om? Hoe vult u die tijd als u even niet met politiek bezig bent? Nou, die tijd die vliegt meestal voorbij. Mm-hmm. De zomervakantie voor raadsleden is vaak ook wat korter dan het reces, omdat we ook allemaal nog, of bijna allemaal nog een baan ernaast hebben. Ja. Maar dan toch een paar weken echt even vrij. Een paar korte tripjes gemaakt. Maar ook gewoon nu een week in Nederland leuke dingen doen en wat van de wereld zien. Waar is de vakantie heen geweest? Ik ben net terug van een weekje Kanaaleilanden. Lekker aan het zeilen geweest. Ja, dus, was goed. Een goede vakantie. Ja, er mag altijd wat meer wind bij daar. Maar Het was in ieder geval geen hittegolf daar, hier wel. Dus in die zin heel prettig. Lekker kunnen ontspannen. Ja. Ook even afstand nemen van. Ja, gewoon lekker bezig zijn de hele dag. Ja. Oké, leuk. En Oost-Europa hoorde ik u zeggen. Ja, dat was daarvoor. Ja. Was daarvoor even toch ook eens even naar een stad toe waar je niet zomaar komt. In Bratislava geweest, Slowakije. Ja. Erg leuke plek. Ah, ja. Herkenbaar tussen de trolleybussen. Ja, die hebben ze daar ook? Die hebben ze daar ook. Ja. En daarvoor in Boedapest. Dus, Oké. Nou, op zich een mooie zomer met een paar korte uitstapjes. Maar verder vooral ook veel in Nederland geweest. Ja. En afgelopen week naar het Nederland zijn u met name in Arnhem ook geweest? En ook in Amsterdam. Ah, ja. Daar is wat te vieren deze tijd. En natuurlijk wat actie te voeren. Pride Week deze week. Ja, daar bent u geweest. Dus ik was afgelopen dinsdag bij de voorstelling die toneelgroep Oostpol hier uit Arnhem voor de Pride heeft gemaakt. Die gaat over de noodzaak van activisme om daadwerkelijk alle mensen in Amsterdam, in Nederland, in de wereld als gelijk te kunnen zien en geen onderscheid te maken. En dat vindt u nog steeds? Er nog steeds activisme voor nodig om dat voor elkaar te krijgen? Ik heb wel eens de mening gehad dat eigenlijk wel oké was en niet meer nodig was. Mm-hmm. Maar als je daar meer in verdiept, en zeker ook de laatste jaren, zie je toch wel dat er een noodzaak is. En dat ook binnen de LHBTI-wereld zelf het echt nodig is om met elkaar na te denken over hoe je echt inclusief bent. Hoe echt iedereen meedoet. Ja. En dat, dat vereist echt nog wel wat extra aandacht. Ja. En ik vond de Oostpol daar ook een mooie voorstelling over had gemaakt. Die best wel ook scherpe politieke toon had. Waar zit die pijn dan nog? Wat ontbreekt daar nog in op dit moment? Om echt inclusief te kunnen zijn, zoals u zegt. Er is wel veel acceptatie. Mm-hmm. Maar dat wil nog niet zeggen dat we alle mensen daadwerkelijk als gelijk zien. Mm-hmm. En zolang als er, wat in die voorstelling ook naar voren komt, en zolang als je als homoseksueel stel over straat loopt hand in hand nog anders aangekeken wordt dan als heteroseksueel stel, ben je eigenlijk nog niet klaar met die ontwikkeling. Ja. En dat is een van de redenen dat het goed is dat daar deze week extra aandacht voor is. Mm-hmm. Je zegt activisme is toch wel nodig? Op wat voor wijze vindt u dat? Ik vind bij activisme altijd dat iedereen dat vooral op zijn eigen wijze moet doen. Dat kan politiek zijn. Mm-hmm. Dat is mijn methode. Dat kan in de vorm van een toch wat extravagante feestje in de Amsterdamse grachten zijn. Mm-hmm. Wat morgen op de agenda staat. Mm-hmm. Het kan in de vorm van een theatervoorstelling zijn. Mm-hmm. Wat Oostpol zo mooi heeft laten zien deze week. En je zegt politiek is mijn methode. Wat is uw vorm van politiek activisme dan? D66 is denk ik wel de partij die structureel strijdt voor die gelijke rechten. En ook echt ervoor staat dat die strijd niet klaar is. Hè. Recente inzet ook bijvoorbeeld voor regenbooggezinnen. Gezinnen met een andere samenstelling dan de traditionele. En hoe we die meer gelijk kunnen behandelen. Ja. En zeker als je het hebt over dat soort kwesties, over allerhande hele oude wetgeving in het familierecht en dat soort dingen. Dan is er in Nederland echt nog wel werk te doen, ook in de politiek. Oké, helder. Ook in Arnhem geweest deze week. Als je nou zo uw vrije tijd in Arnhem besteedt, waar gaat u dan heen of waar geniet u van? Wat zijn voor uw plekken in de stad? Daar kom ik graag of daar
Daar ben ik trots op. Ja, het mooie van Arnhem vind ik, en zeker ook in het voorjaar en in de zomerperiode, er is gewoon in verhouding tot de maat van de stad ontzettend veel te doen. Mm-hmm. Je moet het soms even weten, maar er is echt ontzettend veel te doen. Mm-hmm. Het is ook gewoon een mooie stad als er verder niks te doen is. Mm-hmm. Ik kom zelf graag in Sonsbeek en in de andere parken. En je loopt of fietst zo door richting de Hoge Veluwe. Het is mm-hmm. echt wat dat betreft een bijzonder aantrekkelijke stad. En, mm-hmm. Zeker Arnhemmers die hier al lang wonen willen dat nog wel eens over het hoofd zien. Hè? Hoe mm-hmm. mooi deze stad eigenlijk is. En daar veel kritischer op zijn dan buitenstaanders. Een beetje te negatief eigenlijk als Arnhemmers? Wil je dat, ja, ik denk dat bijna iedere grote stad dat wel zo is. Hoor. Ja? Ik bedoel, Rotterdammers doen ook niks anders dan zeuren over hun eigen stad, volgens mij. Maar de trots mag wel wat meer uitgedragen worden. Ja. En zeker als het gaat om Arnhem, schitterend mooie ligging, veel mm-hmm. te doen. Een steeds mooier stadshart ook. Mm-hmm. Ik bedoel, er is echt in geïnvesteerd de afgelopen jaren. Mm-hmm. En als ik dan mensen spreek die van buiten komen en maar af en toe in Arnhem zijn, die zeggen echt, ja, het staat er zoveel mooier bij. Die stad is zoveel aantrekkelijker mm-hmm. Dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden. Ja. Waar we in door moeten pakken. Wat zijn dan dingen? Dus je van, bijvoorbeeld iemand die niet zo vaak in Arnhem komt, zegt van, nou, kom nou eens naar deze stad en ga daar en daar eens kijken, want daar hebben we echt mooi werk verricht. Nou, er zijn een aantal hele mooie evenementen waar ik altijd mensen graag voor uitnodig. Mm-hmm. Als je hier nu door de binnenstad loopt, ook in de buurt van de Eusebiuskerk, en dat vergelijkt met 10 jaar geleden, mm-hmm. stijgers langzaamaan weg, Jansbeek in de stad terug. Mm-hmm. Je kunt eigenlijk dat water zo helemaal vanaf de Rijn tot in Sonsbeek volgen. En dat mm-hmm. is een fantastische wandeling. Mm-hmm. En dan ziet de stad er ook super aantrekkelijk uit. Mm-hmm. Het laatste stukje moet nog even op de Beekstraat. Mm-hmm. Gewoon een belangrijk puntje om nog te gaan realiseren. Okay. Gewoon een stadswandeling in Arnhem kan al fantastisch zijn. Mm-hmm. En de verhalen erachter zijn helemaal mooi. Mm-hmm. Zoals ook hier bij de Eusebiuskerk. Ja, ja. Nu net iets zichtbaarder, hè, met de glazen balkons, waardoor je het verhaal van de wederopbouw en de manier waarop in de wederopbouw met dat gebouw is omgegaan mm-hmm. ook van dichtbij mm-hmm. kunt zien. Terwijl in het mm-hmm. verleden je dat alleen maar vanaf beneden kon bekijken. Ja, ja. Het zijn allemaal mooie attracties voor Arnhem en volgens mij gaan we daar nog aardig mee door. En verder vind ik Arnhem cultureel altijd fantastisch. Ja. Deze week was ik bij een Oostpoolvoorstelling die dan in Amsterdam speelt. Maar meestal spelen ze vooral veel hier. Ja. En er is ontzettend veel te zien en te doen. Mm-hmm. U gaf ook aan van, we hebben inderdaad veel gedaan, veel opgeknapt. Hè, dus dat heeft u nu ook toegelezen. We zijn nog niet helemaal klaar. Zijn er wel een paar dingen die, waar we nog aan willen werken. Wat ziet u de komende periode nog graag gebeuren? Nou ja, wat fantastisch is dat net voor de zomer bekend werd dat Museum Arnhem een aannemer heeft en dat men daar aan de slag gaat. Mm-hmm. Ik denk dat dat een hele mooie stap voor Arnhem is. Dat mm-hmm. concreet kan worden. Er ligt daar een goed plan om daar gewoon een functioneel, veel beter museum van te maken op die fantastische, aantrekkelijke plek. Mm-hmm. Vlakbij het station. Ik denk dat dat heel veel mensen weer naar Arnhem gaat trekken. Ook opnieuw naar Arnhem gaat trekken die hier mm-hmm. in het verleden al geweest zijn. En dat het ook mogelijkheden geeft voor tentoonstellingen die er eerder niet konden zijn. Mm. Dus dat zet Arnhem als culturele stad ook echt weer op de kaart. Mm. Dus die stap gaat nu gezet worden. Mm. En de volgende stap, wat ons betreft, is natuurlijk nog de renovatie van de Schouwburg. Mm. Ooit jaar na jaar na jaar uitgesteld vanwege de gedachte dat er misschien wel een groot kunstencluster moest komen lang geleden. Mm. Eigenlijk sinds de jaren 30 al niet meer serieus gerenoveerd op een kleine cosmetische aanpassing en een kleine uitbreiding na. Dus er is echt werk aan de winkel daar. Als je daar zit, dan merk je dat ook. En daar moet gewoon wat gaan gebeuren. Helder. En die renovatie die moet zo snel mogelijk wat ons betreft gestart worden. Nou, zover een stukje city marketing dan ook. En promotie van wat er allemaal gebeurd is. Zeker. Belangrijk ook om te doen met elkaar natuurlijk. Om die stad goed voor het voetlicht te brengen. Toch ook even een stapje dan naar misschien wat minder mooie dingen van de afgelopen tijden. De Arnhemse bestuurscrisis waar we nog steeds in zitten. Dat speelt u nog steeds. GroenLinks, PvdA hebben voorlopig in ieder geval de stekker uit de coalitie getrokken. Allereerst ook als je ook even kijkt naar de reactie daarna natuurlijk binnenkomen van veel van uw collega's ook. Nick Koenders die zegt van partijen frustreren vooral processen, zijn niet bezig met het leiden van de stad. Meneer Van der Laak, je geeft aan van het is vooral een wespennest. Worden personen ingehaakt, moeten het eerst oplossen. Meneer Becker die zegt van er is geen wil om samen te werken. Er zijn er best veel citaten die ik aan zou kunnen halen met dingen die over en weer gezegd worden. Die niet echt duiden op een prettige sfeer in ieder geval. Maar ook bij afvraag, is het wat dat betreft nog wel leuk of prettig om daarin te zitten tussen die Arnhemse politiek zo?
Het is meestal heel leuk. Ja. Laten we daar heel helder over zijn. En er wordt meestal ook best wel goed samengewerkt. Mm-hmm. Ik bedoel, wat we nu weer van buiten zien, hè, door deze move van PvdA en GroenLinks om de samenwerking mm-hmm. op te zeggen, betekent dat de politiek weer over de politiek gaat en weer niet over de inhoud gaat. Mm-hmm. En dat is zonde. Want als het wel over de inhoud gaat, dan bereiken we gewoon hele mooie resultaten. Een heel klein concreet voorbeeldje. Bij de laatste raadsvergadering is nog een motie aangenomen die in februari eigenlijk al bedacht was. Die wij samen met GroenLinks hebben gemaakt. Om te voorkomen dat we mensen die al in financiële problemen zitten, dat we die nog verder in de problemen werken. Mm-hmm. Door allerlei boetes en heffingen op te leggen als gemeente. Mm-hmm. Dat was een goed voorstel wat we samen met GroenLinks hebben gemaakt. Mm-hmm. In fantastische samenwerking. We kwamen erachter dat we allebei met het onderwerp bezig waren. We zeiden, zullen we samen een voorstel maken. Het voorstel is uiteindelijk aangenomen. Was veel eerder al, naar ons voorbeeld, in Utrecht aangenomen. Dus dan zie je ook dat je samen kunt werken, dat je dat door kunt geven. En dat ook de GroenLinks en D66-fracties in andere gemeentes daar een voordeel mee kunnen doen. Die samenwerking die kan gewoon. En als we ons op de inhoud richten, dan moet je er altijd uit kunnen komen. Ja, ja, dus u ziet het positief. Dat ook goed om misschien om er zo in te staan. Toch is ook dit wat speelt en ook dit dingen die gezegd worden en is een beeld wat naar voren komt. Wat denk ik ook bij heel veel mensen niet fraai overkomt op dit moment. Dat is goed, van alle partijen, ik wijs daarin zeker niet naar u. Dus eigenlijk nog, voor mij heeft D66 zich niet zo heel erg op persoon uitgelaten de afgelopen periode. Maar het is wel het beeld van de politiek wat een beetje ontstaat op dit moment. Waar de politiek als geheel misschien toch wel verantwoordelijk voor is. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ik vind dat Arnhem daarin er niet best op staat. En dat we ook met z'n allen in de politiek daar wat aan zouden moeten doen. Mm-hmm. Het is ook, zoals eerder ook al wel eens gezegd werd, niet uniek in Nederland, helaas. In het algemeen is het vertrouwen in de politiek niet groot. Mm-hmm. En dat maakt misschien ook wel dat politici meer bezig zijn met elkaar en met dat proces en minder met de inhoud. En ik denk dat als je het hebt over hoe komt de politiek nou weer beter op de kaart, als dat je doel is met elkaar, dat het dan ook vooral zaak is om ervoor te zorgen dat je juist op die inhoud bezig bent. Dat je keuzes durft te maken, dat je keuzes durft uit te leggen, dat je met elkaar samenwerkt en met iedereen samenwerkt. Dus niet in een oppositierol of een coalitierol, maar raadsbreed of in het parlement kunnen ze daar overigens ook een voorbeeld aan nemen. Kamerbreed, hè. Maar in Arnhem zeker raadsbreed met elkaar samenwerkt vanuit die inhoud. Ik denk dat dat de essentie is en de enige manier ook om voorbij te gaan aan gedoe uit het verleden en dingen die je anders als gemeenteraad gewoon blijven achtervolgen. Zelfs als, zoals bij de afgelopen verkiezingen, de helft van de raadsleden wisselt. Blijft op een of andere manier die erfenis uit het verleden blijft je achtervolgen. Ja. Zelfs al gaan dingen totaal anders feitelijk dan ze eerder gingen. Iedereen blijft zeggen, maar toen was er dit en nu is er dat. Ja. En volgens mij moet je vooruitkijken en je op de inhoud richten met elkaar. En dan zou je echt veel verder moeten kunnen komen. U geeft aan vooral op de inhoud te willen zitten. Voor mij ook goed. Ik zeg, ook een van de rapporten, punten uit het rapport Frissen, is dat er ook staat van maak het minder persoonlijk. Hè? Dus op de inhoud en niet op de persoon. Terwijl ook uit deze bestuurscrisis blijkt dat het juist wel ook om de relatie gaat. Hè? Partijen die niet goed met elkaar kunnen, met name D66 GroenLinks worden daar veel in genoemd. Hè? Die vooral op de relatie niet samen kunnen. En daar gaat het dus weer niet over de inhoud. Hoe komt dat dan dat dat toch niet zo naar voren komt? Terwijl u aangeeft dat juist eigenlijk wel graag te willen. Ja, GroenLinks heeft inderdaad aangegeven de relatie als problematisch te ervaren. Mm-hmm. In het duidingsdebat en ook al daarvoor. Het is ook GroenLinks geweest die eigenlijk wat mij betreft wat onbezonnen move heeft gemaakt om dan maar de samenwerking op te zeggen. Mm-hmm. In plaats van daar een goed gesprek met elkaar over aan te gaan. Mm-hmm. Wij hebben die relatie niet als problematisch ervaren. Wij waren in gesprek over de inhoud en over de verschillende opvattingen die partijen kunnen hebben. En ook over de manier waarop je om zou moeten gaan met afspraken die je in het verleden gemaakt hebt. Daar waren we over in gesprek. Mm-hmm. Dat uiteindelijk dan klapt, heeft ermee te maken dat er partijen zijn die dan blijkbaar voor kiezen dat op een andere manier wat hun betreft beter kan. Mm-hmm. En dus die samenwerking opzeggen. Ja. Ja. Terwijl wat ons betreft er dus echt wel uit te komen was. Ja. En we daar ook nog mee bezig waren. Dus een van de redenen dat wij zo overvallen waren was onder andere dat we gewoon druk bezig waren om daar uit te komen met elkaar. Okay.
Een jaar geleden, toen ik ook met alle fracties sprak in het programma, ging het ook veel over het rapport Frisse. Dat was toen natuurlijk kort daarvoor uitgekomen. Is nu wat langer geleden, maar ja, ook als je alle verslagen nog terugleest van de informateurs en zo bijvoorbeeld, dan merk je dat het rapport eigenlijk bijna overal wel weer aangehaald wordt. Hè? Dat het in die zin eigenlijk toch nog wel weer actueel is, of heel actueel geworden is misschien nog wel. Hoe kijkt u eigenlijk op dit moment aan tegen dat rapport? Is dat nou iets wat u omarmt? Zegt van, nou, die advies is inderdaad iets waar we iets mee moeten doen? Of, want er bestaan natuurlijk veel beelden van het rapport, maar wat... Ja. Ja. Nou ja, het is altijd goed om zo'n rapport, zeker omdat iedereen er iedere keer weer over begint, om het zo af en toe nog eens door te bladeren. Mm-hmm. Heb ik het gedaan hoor. Ja, ik zag hem al op tafel. Ja hoor. Ik heb hem nog gezien. En een van de dingen die denk ik belangrijk is om je te realiseren, als je het hebt over dat rapport, is dat het voor een deel bestaat uit beelden die verschillende mensen hebben verteld aan de onderzoekers. En die letterlijk zijn opgetekend. Hè. Dat is vormt een deel van het rapport. En een deel van het rapport vormt aanbevelingen over hoe je de samenwerking zou kunnen verbeteren in de Arnhemse politiek. Mm-hmm. En dat is een veelheid aan aanbevelingen. En eigenlijk heel veel van die aanbevelingen. Als niet onze beelden zijn, ja, dan herkennen we ons misschien niet in die beelden. En dan is het misschien wel beter om daarover dat soort beelden het gesprek met elkaar te voeren dan om het in zo'n rapport te stoppen. Mm-hmm. Als het gaat over die aanbevelingen, dan zitten daar veel dingen in die wat ons betreft heel goed zijn. Dat gaat over dat alle fracties in de Raad mee moeten kunnen doen in het politieke proces. Dat gaat over dat je als Raad, als instituut een sterkere positie in moet nemen. Mm-hmm. Dat zijn dingen waar wij als D66 zeer mee eens zijn. En ook al mee eens waren voordat het rapport er was. Mm-hmm. En die ook een rol hebben gespeeld natuurlijk in hoe wij ons opstellen en hoe wij willen samenwerken. Ja. Het feit dat wij er niet voor kiezen om alles maar in de achterkamertjes met vier coalitiepartijen te regelen. Mm. Maar graag, ook als er grote problemen zijn, het debat daarover voeren met de hele Raad. Ja. Ik denk dat dat een essentieel punt is wat helemaal strookt ook met wat wordt aanbevolen in dat rapport. Ja. Ja. Nou, ik probeer daar nou open in te zijn. Probeer ook niet zeg maar in een coalitie dingen af te tikken, zodat een college zeker weet dat het er wel ongewijzigd door de Raad komt. Nee, probeer het open debat in die Raad te voeren. Zodat ook, daar zitten alle fracties in. En die coalitie is maar iets meer dan de helft van de Arnhemmers eigenlijk vertegenwoordigd. Ja. En in de Raad zijn alle Arnhemmers vertegenwoordigd. Welder. En die moeten allemaal een stem hebben. Dus eigenlijk van, nou, die adviezen die herken ik wel. Ja, bepaalde beelden natuurlijk. Dat zijn beelden van personen. Ja, je kunt je niet in alle beelden van alle personen herkennen. Er is natuurlijk ook door partijen veel uitleg gegeven aan dit rapport. En dat is natuurlijk heel groot gemaakt. Misschien zelfs wel heel persoonlijk gemaakt waar... Ja, juist in dit rapport ook staat van, maak politiek nog niet persoonlijk. Hè? Daar zo heb ik mensen er ook wel eens over horen spreken. Herkent u dat? Ik kan me voorstellen dat u zegt van, nou, hè, dat is misschien... Ja, die hele uitleg rondom dat rapport en de beelden die daar ontstaan zijn... Ja, dat is misschien wel vervelend geweest? Nou ja, dat was geen prettige discussie die er op dat moment in de stad woedde. Ik denk voor niemand in de Arnhemse politiek dat een prettige discussie was. Maakt het dat misschien ook gevoelig om over dat rapport ook nog weer... spreken, om het er nog eens bij te pakken, wat daar allemaal omheen ontstaan is. Nou, ik heb daar op zich niet zo moeite mee, maar je moet het ding wel op waarde schatten. Ja. En wat ik zeg, er staan een aantal heel verstandige aanbevelingen in. Mm-hmm. Ik weet ook niet of het er letterlijk in staat of anders gezegd is in de presentatie van het rapport, maar Arnhem is wat dat betreft ook een hele gewone stad. Ja. Want die verscherping van... Je bent buitengewoon gewoon, geloof ik. Buitengewoon gewoon was de zinsnede van Fris. Die verscherping van de politieke discussie, die treedt eigenlijk... Maar het ook wel dat dingen in het ongereden geraakt zijn. Dat staat er toch ook wel weer Ja, wel weer misschien in, wel een stukje dus, achterstallig onderhoud aan het instituut gemeenteraad. Ja, ja. Dat is ook iets waar ik zelf altijd wel voor sterk wil maken. Dat we als raad gewoon in een goede positie zijn om ons werk te doen. Controlerend, maar ook kaderstellend. Ja. Gewoon goed ons werk kunnen doen. En dat is, daar zouden we nog wel scherper op moeten zijn, denk ik. Uiteindelijk maakt je rapport denk ik wel om er ook dingen van te kunnen leren en dingen te kunnen verbeteren, hè, om de juiste dingen eruit te pakken. Een vraag waar ik het antwoord inmiddels eigenlijk ook al wel op weet, maar u kunt het misschien voor me bevestigen, is hoe vaak hebben jullie als partijen nou het afgelopen jaar bijvoorbeeld rapporten nog met elkaar bijgepakt om eens naar die goede punten dan met elkaar overeen te zijn? Voor mij onderschrijft iedereen wel die adviespunten. Hè. De ene zegt van, ik omarm het hele rapport, zegt van, nou, je moet op waarde schatten, maar de adviespunten zitten best goede dingen in. Hoe vaak heeft u dan met elkaar het afgelopen jaar dat er nog bijgepakt kijkt van, nou, zitten we op de goede weg met elkaar? Volgens mij wordt er niet heel letterlijk naar het rapport teruggekeken. De discussie daarover is gevoerd in de periode, eigenlijk kort na het verschijnen van het rapport. Ja. Ook volgens mij intensief gevoerd in het presidium. Ja.
zeg maar onder de fractievoorzitters en met de burgemeester erbij toen de tijd. Daar is ook gekeken, wat kunnen we concreet verbeteren? Wat kunnen we ook aan dat instituutraad verbeteren? Dat heeft een aantal wijzigingen geleid. Nou, die zijn in gang gezet, maar dat duurt ook even. Weet je, onze hele vergaderstructuur is bijvoorbeeld aangepast. Die aanpassing versterkt het debat in de raad onderling. Versterkt de betrokkenheid van alle fracties bij dat debat. Ja. Maar heeft natuurlijk ook weer een aantal gevolgen. Maar bent u niet met me eens dat zo'n rapport niet zoveel effect heeft als je er niet op evalueert met elkaar? Dat het wel belangrijk is om het af en toe eens terug te pakken en te kijken van nou, zitten we op de goede weg? Zeker in een periode waarin je toch kunt stellen dat de bestuurscultuur met de huidige crisis wel weer een rol speelt. Ik denk dat het zeker belangrijk is om te evalueren. Niet per se met het rapport ernaast, maar wel om te kijken hoe hebben we nou ons politieke proces georganiseerd en hoe functioneert de raad? Want dat is eigenlijk de vraag die je dan moet stellen. En dat gebeurt ook. Dat gebeurt nog steeds in het presidium, door de fractievoorzitters en met de burgemeester erbij. Wordt over dat soort onderwerpen gesproken. Ja. Dat gebeurt als het heel praktisch gaat over het dagelijks functioneren van de raad. Gebeurt dat in de agendacommissie. Daar komt het ook eigenlijk altijd wel aan de orde van jongens, wat zijn nu de knelpunten in onze rol als raad en hoe kunnen we dat verbeteren? En als het heel specifiek meer inhoudelijk gaat over bijvoorbeeld de financiële processen en de grote stukken, gebeurt dat ook in de auditcommissie. Dus er wordt echt wel gesproken over hoe doen we het nou eigenlijk als raad? Misschien kunnen we daar eens naar kijken, omdat we toch een aantal van die adviezen samenvatten in het rapport Frisse. Zou misschien wel eens kunnen kijken van nou, ten opzichte van die adviezen, hoe gaat dat nu op dit moment, in ieder geval in uw ogen? En een aantal van zijn ook wel interessant in het kader van wat er nu speelt, denk ik. Maar even eerst, het gaat over de rol van de gemeenteraad, eigenlijk waar Frisse het dan over heeft. Hè? Wanneer een ander zegt van, pak meer je rol. Het debat moet ook meer inderdaad onderling gevoerd worden en minder alleen met het college. Dat is een van de adviezen. Hoe kijkt u daar tegenaan op dit moment? Dat is een van die veranderingen die we dus nu wel in onze formele manier van vergaderen proberen in te bakken, maar die echt moet groeien. Dus we zijn daar ruim een jaar geleden, zijn we mee begonnen om de vergaderstructuur bijvoorbeeld zo in te richten dat bepaalde fases van het debat minder gericht zijn op het vragen stellen aan het college. Heeft twee consequenties. De ene is dat heel erg wennen is en dat er op andere plekken in het debat juist meer vragen aan het college worden gesteld, wat niet helemaal de bedoeling van de wijziging was. De bedoeling was om meer onderling meningen uit te wisselen. De andere consequentie is dat er nog steeds wel een sterke behoefte aan informatie is bij de raad. En als je het niet meer gewoon gaat vragen, dan wordt die dus van tevoren schriftelijk opgevraagd. En dat leidt tot heel veel van die technische informatie uitvragen, die soms weer wat problemen geven in de beantwoording. Dus je ziet dat daar wordt heel concreet op gehandeld. Dit is een goed voorbeeld, denk ik. Maar zijn we nog lang niet. Er is op dit moment ook een werkgroep actief die kijkt van hoe kunnen we dat beter doen. Daar zit ik zelf ook in. En daar zijn we bijvoorbeeld nu aan het kijken van, ja, maar hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat het nog meer gaat over de standpunten van de partijen direct vanaf het begin van het debat. Weet je, met welke insteek ga je dat debat eigenlijk in? Spreek dat ook uit naar elkaar, zodat je weet wat je van elkaar kan verwachten. Die agenda van Arnhemse Raad is ook nog wel een uitdaging, denk ik. Hè? Dus misschien niet alleen op dit punt, hoor, om er toch even op in te haken. Maar we hebben afgelopen jaar veel gezien dat het nogal uitliep allemaal. Hè? Lange debatten, agendapunten die soms maanden op de agenda stonden. En ja, dan soms ook niet meer actueel zijn op het moment dat ze dan weer aan bod komen. Dat liep nog niet helemaal lekker, denk ik. Hè? De laatste raadsvergadering duurde ruim 12 uur. En aan het eind moest het afgeraffeld worden. Was er eigenlijk geen tijd meer om nog goed punten te behandelen. Is bijna alleen maar gestemd. Ja, ze krijgen onderwerpen ook niet de aandacht die ze verdienen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Wat zou daarvoor? Nou ja, dat heeft ook te maken met hoe je inderdaad je hele systeem inregelt. Wat we bijvoorbeeld gezien hebben is dat er op een gegeven moment weinig ruimte was om mondelinge vragen te stellen. Eigenlijk het simpelste politieke middel wat je hebt als raadslid. Hè? Gewoon eens in de raadzaal publiek aan de wethouder vragen. Goh, ik heb dit gehoord, hoe zit dat nou? Daar waren er op een gegeven moment meer van dan dat er tijd was. Nou, dat leidt dan tot, als dat middel niet beschikbaar is, omdat er een wachtlijst voor is, dat mensen andere middelen gaan inzetten. En daar moeten we denk ik ook met elkaar naar kijken. Hoe we ervoor kunnen zorgen dat de lichte middelen altijd beschikbaar zijn om je politieke werk te doen. Je hebt als raad een beperkte set instrumenten. En die wil je zo effectief mogelijk gebruiken. Nou, daar is nog wat te winnen. En een ander punt is dat we gestopt zijn met langer dan tot 11:15 vergaderen, behalve die ene uitzondering. En
daarna dus agendapunten doorschuiven, waar in het recente verleden het wel eens zo was, dat we gewoon op een reguliere woensdagavond even tot middernacht of langer doorgingen. Ja. En dat betekent dat nu al die vertraging in het proces zich allemaal ophoopt aan het einde van het politieke jaar. Ja. Wat inderdaad toe leidt dat onderwerpen misschien niet altijd de aandacht krijgen die ze verdienen. Dat je ook heel veel onderwerpen op één avond krijgt. Ja. Wat ook niet per se prettig is. Mm-hmm. Dus daar is zeker nog verbetering te vinden. Hoe komt het dat er zoveel vragen zijn? Ik denk dat als je als raadslid je werk goed wil doen, dat je dat op basis van feiten moet doen. Mm-hmm. En dat betekent dat je informatie moet halen of moet krijgen. Mm-hmm. En alle informatie die je niet vanzelf krijgt, daar zul je naar moeten vragen. Dus krijg je te weinig informatie? Nou, niet altijd. Maar waar het gaat met name om de inzichtelijkheid van wat besluit ik nou. Ik hoef als raadslid niet alles te weten, maar als mij gevraagd wordt om kaders mee te geven, ik kan een voorbeeld noemen, perspectiefnota, een van de laatste dingen die we behandeld hebben. Groot stuk gaat over de lange termijn toekomst van Arnhem, gaat over hoe we de financiële problemen ten gevolge van de kostenoverschrijdingen in de zorg willen aanpakken. Er zit een aantal echt wel belangrijke keuzes in. Dan is het heel belangrijk dat zo'n stuk gewoon helder vertelt, als u hiermee instemt, dan zijn dit de consequenties. Mm-hmm. Snap ik. Als het er niet in staat, dan moet je ernaar vragen. En dan moet je weer verder vragen en verder vragen. En dan krijg je inderdaad heel veel vragen. Die misschien niet eens allemaal relevant zijn, maar dat weet je pas als je het antwoord hebt. Nee, daarom. Maar een argumentatie van uit van die agenda en al die vragen is van de informatievoorziening vanuit het college is structureel te weinig of onvoldoende, dat roept vragen op. Onderschrijft u dat of vindt u dat wel? Nou, ik zou niet willen zeggen structureel te weinig of onvoldoende. Ik denk wel dat soms de consequenties van de keuzes die ons worden voorgelegd niet helder genoeg worden weergegeven. Misschien krijgen we ook wel heel veel informatie die we niet nodig hebben. Dus het is niet per se meer. Nee. Maar op sommige punten denk ik wel dat we betere informatie zouden kunnen krijgen. Okay. Ja. Waardoor wij helder kunnen zien welke keuzes ons worden voorgelegd. Wat de consequenties zijn van wat we gaan beslissen. Okay. En dan is het makkelijker om tot goede besluiten te komen zonder heel veel vragen te stellen. Ja. Dus even een uitstapje, toch weer even terug naar de punten van Frisse. Bijvoorbeeld wat ik wel een interessante vind, zeker met de huidige discussie. Want het gaat namelijk over dualisme eigenlijk. Hè? Frisse van hanteer daar minder rigide vorm van. Dualisme staat niet gelijk aan niet communiceren. Ga niet alleen voor smalle meerderheden, maar meerdere zoeken samenwerking op. Geen dichtgetimmerde collegeakkoorden. Die vond ik heel opvallend, omdat Frisse eigenlijk ook wel daarbij zegt van een vorm van dualisme is wel heel gezond eigenlijk. Hè? Waar met name uw partij eigenlijk een beetje verweten wordt op het moment dualistisch te zijn. Daar komt het eigenlijk om neer. Dat voor mijn gevoel schuurt dat een beetje met elkaar. Hoe ziet u dat? Nou, ik denk dat dit een van de punten is waar meneer Frisse wel een terechte opmerking heeft. Kijk, onze hele bestuurlijke systeem op gemeenteniveau is ingericht op dualisme. En je merkt dat als je dat niet goed onderhoudt, als je niet goed in de gaten houdt dat de raadsleden van de oppositie even zwaar wegen als die in de coalitie zitten. Dat dualisme verdwijnt en dat daarmee een groot deel van de raadsleden zich niet gehoord voelt in de besluiten die genomen worden. En dat is een belangrijke reden geweest voor D66 om ook heel bewust die keuze te maken van jongens, we maken een set afspraken in een coalitieakkoord. Het zijn er meer geworden dan onze aanvankelijke ambitie was. Het akkoord had echt nog van ons wel wat meer op hoofdlijnen mogen zijn, wat Frisse daar ook suggereert. Maar dat bleek lastig. We moesten toch met vier partijen uitkomen. Daar hebben we lang over gesproken met elkaar. Uiteindelijk lag daar een goed akkoord. Maar toen hebben wij wel direct ook duidelijk gemaakt van alles wat niet in het akkoord staat, daarvan is het voor ieder van die vier partijen essentieel om gewoon te blijven kijken wat vind ik zelf en waar liggen mijn verwantschappen met andere partijen in de raad. En die kunnen dus met hetzelfde gemak in als buiten die coalitie liggen. En die staan in ieder geval volkomen los van het standpunt van wat een college of wat zelfs onze eigen wethouder die namens D66 in dat college zit, daarop nahoudt. Ja. Je zou kunnen redeneren dat u misschien wel juist meer dan andere partijen in ieder geval dit punt advies van Frisse naleeft. Heeft u dat ook bewust zo gedaan? Of? We hebben wel heel bewust
En dat is in het duidingsdebat ook wel aan de orde gekomen. We hebben natuurlijk een bewuste keuze gemaakt om die duale opstelling te hanteren. Ja. Overigens deden we dat in de vorige periode ook al in een behoorlijke mate. Alleen hadden we daar een situatie waarbij het verschil tussen onze standpunten en die van het college soms wel eens wat klein waren. En dan is het niet zo zichtbaar. Dus... Maar dat was uw college, dit is ook uw college. Ja, wel, je... klopt. Ja. Ja, maar nu worden de verschillen soms wel... Akkoord, het vorige nou, ik weet niet of het meer een D66-akkoord was, maar de lopende politiek in de laatste jaren voor de verkiezingen was in ieder geval een politiek die heel dicht lag bij wat er in ons verkiezingsprogramma stond. Mm-hmm. Dus het was voor ons heel vanzelfsprekend om daar in grote mate in mee te gaan. Maar hebben we ons ook best wel eens kritisch en duaal uitgelaten. Mm-hmm. Ik herinner me nog de eerste debatten over bijvoorbeeld Focus Filmtheater. Toch een punt... Wij wilden ook een goed filmtheater. Mm-hmm. We hadden daar coalitieafspraken over gemaakt. Mm-hmm. Maar wij zijn wel heel kritisch geweest op, jongens, hoe zit dat plan nou in elkaar? Mm-hmm. En moet dat bouwbudget inderdaad zijn wat het moet zijn? Mm-hmm. En dat heeft toen ook wel wat gefronste wenkbrauwen opgeleverd. Maar iedereen snapt dat je gewoon als politieke partij je werk aan het doen bent. Mm-hmm. Of snapte toen dat je je werk aan het doen bent door goed te kijken naar welke kaders geef ik mee. Mm-hmm. En dat te doen los van... de vraag of jouw wethouders wel of niet in dat college zitten. Mm-hmm. Ja. Nou, dat dualisme heeft u opgezocht, hè? Dat was ook duidelijk. En ja, juist daarvan zeggen een aantal partijen, zowel binnen als buiten de coalitie, van ja, dat ging ons eigenlijk een beetje een stapje te ver. Hè? Met name de toon. En het werd van persoonlijk volgens sommige partijen. Het ging te hard, soms tegen wethouders, tegen college. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, ik denk dat je dat even moet scheiden. Dat hebben we in het duidingsdebat ook gedaan. Enerzijds inhoud en anderzijds vorm. En als je kijkt naar de inhoud, dan is er best wel wat kritiek geweest. Met name van GroenLinks op het feit dat wij informatie openbaar wilden hebben. En dat wij alles met alle raadsfracties wilden bespreken. Zoals je dat vanuit een duaal idee ook doet. Mm-hmm. Omdat al die andere fracties ook wat te zeggen hebben over de keuzes die je met elkaar gaat maken. Mm-hmm. Dat was kritiek op de inhoud, op onze duale inhoud. Maar daar staan we 100% achter. Mm-hmm. Weet je, D66 zal niet die achterkamertje weer opzoeken om daar dingen af te tikken. Mm-hmm. En als er al buiten de openbaarheid gesproken moet worden, hè, bijvoorbeeld in een onderhandelingssituatie, dan hechten we er altijd heel erg aan dat die informatie achteraf openbaar wordt. Mm-hmm. Dus dat is duale inhoud. Als je het dan hebt over de vorm. D66 heeft veel kritische vragen gesteld en veel kritische opmerkingen geplaatst richting het college afgelopen periode. Mm-hmm. Daar was qua inhoud altijd een goede reden voor. Denk aan het voorbeeld waarbij het ging over bomen, dan wel bodemsanering op de Bethaniënstraat. Onze eigen wethouder Hans de Vrome, die daar verantwoordelijk voor was. Daar hebben we een stevig debat gevoerd en uiteindelijk ook tegen het college gezegd, we gaan het terugdraaien, we gaan het anders doen, we gaan die bodem wel saneren als daar een school gebouwd moet worden. Dat was volledig vanuit de inhoud en dat was een scherp debat. Ja, nou, er was ook een raadsmeerderheid voor uiteindelijk. En uiteindelijk was er een raadsmeerderheid voor. Mm-hmm. Overigens op heel veel punten was er uiteindelijk dan een raadsmeerderheid voor. En de toon had dan best soms wat milder gekund, maar de dingen die wij gezegd hebben, de vragen die we gesteld hebben, waren echt wel terecht in die gevallen. Ja, ja, ik denk dat het ook veel om de toon gaat waar dan overgevallen wordt, zeg maar. Maar daarvan geeft u ook wel aan, ja, dat voor mij komt dat ook al eerder gezegd door en ook tegen de informateurs weer, dat u wel bereid bent om daarnaar te kijken. Toch? Daar zijn we zeer bereid naar te kijken. En ik denk dat we allemaal wat te winnen hebben bij het verbeteren van de toon in het debat. Dus daar zijn we zeker toe bereid. Maar je krijgt D66 niet zomaar de achterkamertjes in. Nee, precies. Helder. Ja, dan toch. De informateurs hebben een aantal weken werk gedaan. Mm-hmm. Ja, en komen toch uiteindelijk voorlopig tot de niet veelbelovende conclusie dat er op korte termijn niet een zinnige oplossing te bedenken is die veel kans maakt. Toch een complexe situatie op dit moment die ontstaan is. Ja, moeilijke situatie. Kijk. Onze insteek is direct vanaf het begin geweest, en ook de insteek van de VVD overigens, om weer om de tafel te gaan met elkaar. Mm-hmm. Om het over de inhoud te hebben. Om te kijken of je eruit kan komen. Met de vier partijen die een jaar geleden een coalitieakkoord met elkaar sloten. Mm-hmm. Dat wordt nog steeds afgewezen door GroenLinks en Partij van de Arbeid. Mm-hmm.
Wat heel jammer is wat mij betreft, want dan doe je de stad geen goed mee. Mm-hmm. Ik denk dat het heel verstandig zou zijn als alle partijen gewoon echt even goed bij zichzelf te raden zouden gaan. Ik hoop dat dat tijdens het reces ook gebeurd is. Mm-hmm. Van wat is nou het beste voor Arnhem? Mm-hmm. Waar komen we het beste uit? En als dat betekent dat je intensieve gesprekken met elkaar moet voeren over de manier van samenwerken, over de toon, maar ook over de inhoud, mm-hmm. om eruit te komen, dan moet dat maar gebeuren. Ja. Maar dat is nog altijd een snellere weg en een betere weg dan een ingewikkelde 6-partijen-coalitie in elkaar proberen te timmeren die helemaal opnieuw moet beginnen. Dus je wil het liefst nog steeds lijmen? Wat ons betreft is het nog steeds mogelijk om met elkaar, met deze 4 partijen, tot een goede oplossing te komen. Waarbij nog steeds, net zoals de afgelopen periode, ruimte is voor de hele raad om voluit te participeren in dat politieke proces. Ja. Ook met alle dingen die de afgelopen periode gebeurd zijn. Ik kan me ook voorstellen dat ook dat wel weer ergens, in ieder geval even zijn wonden achterlaat of zo. Hè. GroenLinks verwijt u natuurlijk van alles, maar is daar zelf ook op dit moment in zijn bewoordingen natuurlijk ook wel fel in richting uw partij of richting mevrouw Anderweg of in ieder geval richting D66. Ik kan me voorstellen dat ook dat soort dingen wel even moeilijk zijn om daarna dan weer met elkaar aan de tafel te gaan zitten. Of ziet u dat? Ja. Zeker. En dat is op zich na ieder politiek debat. Wat hier wel vervelend is, is dat er soms dingen zijn gesuggereerd of zijn geroepen die feitelijk ook niet waar zijn. Mm-hmm. Er wordt dan gesproken over een veelheid aan overleggen waar D66 niet bij wilde zijn. Nou, dat waren er wel geteld 2 en daar waren redenen voor. Mm-hmm. En een derde waar D66 niet voor uitgenodigd was. Dus dat soort suggesties die dan in zo'n debat worden gedaan, dat doet wel even pijn. En dan moet je elkaar denk ik ook eens even goed over in de ogen kijken en een goed gesprek over voeren. Ja. Maar waar een wil is een weg. En die wil is er bij ons in ieder geval om eruit te komen. En helaas zien we die bij GroenLinks en Partij van de Arbeid nog niet. Ja. Nou ja, dat zijn inhoudelijke dingen, waar je zegt van, die kloppen dan niet. Maar Koen zegt dat u bezig bent met versteden van processen, niet met leiden van de stad. Dat er geschoffeerd wordt. Dat soort termen worden ook wel weer gebruikt. Dat zijn wel weer heftige dingen natuurlijk over en weer. Die daarin. En ik zou zeggen, als je moeite hebt met hoe dingen gaan, laat dat dan niet escaleren, maar voer daar het gesprek over. En voer dan dus ook het gesprek over het hoe en niet alleen maar over het wat. Mm-hmm. Of voer misschien wel vooral het gesprek over. Ja. Helder. Laten we die crisis even loslaten. Even genoeg over gezegd voor nu, denk ik. Een van de dingen die je zei van, laten we het hebben over zaken die er echt toe doen. En uiteindelijk is het misschien ook zo. De aantrekkelijke stad hebben we net al even besproken natuurlijk. Gelijke kansen, zei u. Dat vind ik belangrijk voor elke Arnhemmer. Wat bedoelt u daarmee? Daar bedoel ik mee. En ik zag terug in het interview van vorig jaar dat het daar ook een prominente rol in had gespeeld, hoor. Maar sociale rechtvaardigheid. Ja, dat het echt, ik noem het gelijke kansen, dat het niet uitmaakt welke Arnhemmer jij bent, welke kansen je hebt in deze stad. En dat maakt nu nog steeds wel uit. Het is nog steeds zo dat als jij uit een gezin komt waar je ouders het een stuk minder makkelijk hebben, dat je gewoon het minder verschopt in deze maatschappij. En die verschillen, maar die overdracht van generatie op generatie van problemen als werkloosheid, als schooluitval en dat soort dingen, die wordt op dit moment nog steeds in Nederland eerder groter dan kleiner. Mm-hmm. Die kloof in de maatschappij die verscherpt wel. Mm-hmm. Ik bedoel, misschien het aantal mensen wat in hele moeilijke situaties moet rondkomen in de stad neemt niet toe. Mm-hmm. Maar de diepte van de kloof tussen succesvol en minder succesvol is ontzettend groot. En dat is een van de dingen waar je als politiek echt voor bent. Waar je echt over gaat. En waarin de keuzes die wij met elkaar maken hier in het stadhuis ook echt uitmaken. En wat kunt u dan daarin doen? Hè? Dat zijn een soort van idealen die u dan heeft. Maar vanuit de gemeentepolitiek, wat kunt u daar echt voor concrete maatregelen nog in? Er zijn een aantal dingen zijn wel in gang gezet. En dat zijn allemaal dingen die een generatie duren voordat ze hun effect hebben. Hè? De eerste stappen, een hele mooie grote stap was bijvoorbeeld het leerrecht voor alle kinderen vanaf 2 jaar. Waardoor niet alleen de kinderen die naar een kinderopvang gaan omdat hun beide ouders werken, maar alle Arnhemse kinderen al vroeger van elkaar kunnen leren en spelenderwijs lerend zichzelf kunnen ontwikkelen. Mm-hmm. Dat betekent minder taalachterstanden bijvoorbeeld bij het begin van de basisschool. En dat betekent uiteindelijk betere kansen
in de onderwijscarrière die daarna komt. Mm-hmm. Ik denk dat het een heel belangrijk voorbeeld is. Maar ik denk een van de dingen die we de komende periode moeten doen en prominent in ons coalitieakkoord staat, is gewoon meer Arnhemmers aan het werk helpen. Een situatie waarbij je echt meedoet in de maatschappij, waarbij je zoveel mogelijk, hè, ik bedoel, het is niet voor iedereen weggelegd, maar zoveel mogelijk regulier betaald werk kunt doen. Dat helpt mensen echt vooruit. Dat helpt mensen echt uit de problemen, stelt ze in staat om zichzelf verder te ontwikkelen. Stelt zich ze in staat om hun financiële positie te verbeteren. Hoe gaat u dat doen, om die mensen aan het werk helpen? Nou, daar ligt nu een heel uitgebreid plan voor. Een plan wat absoluut ambitieus is. Maar als ik kijk naar hoe het in elkaar zit, ook kansrijk. De mensen die daar namens de gemeente mee bezig zijn, gaan veel dichter bij de mensen werken. En veel meer vanuit wat een individuele inwoner nodig heeft. Veel minder vanuit gestandardiseerde projectjes denken. We zien ook bij ons nu arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor, in het verleden Prezikhaafbedrijf, dat die veel meer inspelen op die vraag. Hè, hoe kunnen we nou niet zozeer mensen op een beschutte plek aan het werk houden, maar hoe kunnen we mensen helpen ontwikkelen? En dan geef je mensen de mogelijkheid om zelf verder te komen. In plaats van dat je ze alleen maar een werkplek en een salaris geeft. Wat natuurlijk op zich heel mooi is. Hè? Mensen geld geven om van rond te komen. We doen het in de bijstand ook. Is een fantastisch vangnet wat we hebben. Maar het moet wel echt een vangnet zijn. Het moet er zijn om ook weer uit te kunnen komen en verder te kunnen komen. En we zijn, vind ik, de afgelopen decennia veel te veel bezig geweest met de vraag, hoe zorgen we dat die mensen die van een minimuminkomen of van een uitkering moeten rondkomen, hoe zorgen we dat ze kunnen overleven? Door heel veel voorzieningen aan te bieden die ook nodig zijn, hè? Voor die mensen om gewoon in de maatschappij een plek te kunnen vinden. We zijn veel te weinig bezig geweest met hoe komen ze daaruit? En hoe zorgen we dat ze het weer zelf kunnen? En zie je ook dat, wat nu in de onderzoeken naar voren komt, Arnhem doet het ontzettend slecht als je het hebt over hoeveel mensen doen er echt mee in arbeid. Echt heel slecht. En er zijn geen goede aanwijsbare redenen, concluderen de onderzoekers ook, waarom dat in Arnhem zo problematisch zou moeten zijn. Dan lijkt het me ook moeilijk om daar goede maatregelen voor te bedenken als je de oorzaken niet goed kent. Of... Maar het lijkt er dus sterk op dat we als gemeente de verkeerde inzet hebben geleverd. Dat de reden is. Er zijn in ieder geval veel kansen gezien. Door te veel te pamperen, is dat eigenlijk dan wat u zegt? Te veel voorzieningen? Door te veel bezig te zijn met de vraag. Zeg maar, de vraag als iemand zich meldde bij de gemeente voor een uitkering, ging heel erg over het verstrekken van die uitkering en te weinig over de vraag, kunnen we die persoon ook naar werk toe helpen? Ik denk dat dat het vooral geweest is. En dat ik kan me ook heel goed voorstellen dat als je eenmaal jaren in die bijstand zit, je zit jaren thuis en de vaardigheden die je had zijn of in de huidige maatschappij minder van waarde geworden, of niet onderhouden en daarmee lastig in te zetten voor werk, dat je gewoon niet zo snel meer aan de bak komt. En daar een meer persoonlijke aanpak op bieden, zal zeker effect hebben. De vraag is hoe groot het effect is, maar het zal zeker helpen. Okay. Een duurzame toekomst, zei u nog. Ik vond u ook belangrijk. Dat zou misschien ook iets zijn wat heel veel partijen wel. Dat is ook een breed begrip. Niemand meer die zegt niemand meer die zegt dat ze dat niet belangrijk vinden. Maar wat is uw visie daarop? Nou ja, financiële duurzaamheid zullen we even achterwege laten, want dan zijn we zo weer terug bij de bestuurscrisis. Maar dat is ook belangrijk. Mag hoor. De wereld verandert. We zijn met z'n allen in Nederland en in de wereld ontzettend hard bezig om de planeet compleet onbewoonbaar te maken. En dat betekent dat je op alle schaalniveaus, dus wereldwijd, in allerlei samenwerkingsverbanden, in landelijke politiek, maar ook lokaal, al het mogelijke moet doen. Om te zorgen dat we minder energie gaan verbruiken. Om te zorgen dat we minder gaan uitstoten met onze mobiliteit. Om te zorgen dat we minder afval produceren. Ook een schrikbarend verkwistend ding, het afval wat wij met z'n allen hier in de stad laten rondslingeren. Dat zijn de dingen waar we echt hard mee aan de slag moeten komende periode. En waar daar concrete maatregelen voor de stad? Waar we ook echt de ogen van de mensen moeten openen. Het is iets wat je met elkaar moet doen. Er zit ontzettend veel goede plannen en financiële voorstellen voor in het coalitieakkoord, wat ons betreft nog steeds staat. Dus de middelen zijn er om echt iets te gaan doen. En het is nu zaak om die zo in te zetten
Dat we als gemeente mensen stimuleren om zelf ook stappen te zetten. Even gewoon even concreet te maken. Ja. Hè? Want dan gaan we even van. Begin ermee om te zorgen dat de, de minst geïsoleerde huizen van Arnhem met prioriteit de isolatie krijgen die gewoon nodig is. En die mensen bovendien binnen no time terugverdienen omdat ze een lagere energierekening krijgen. Okay. Kijk, dat is een simpele stap één. Maar er zijn meer plekken waar duurzaamheidsvragen volgens mij. Ook helemaal niet eens gaan over kunnen we het met z'n allen wel betalen. Wat ik me vandaag ook weer realiseerde. Hoeveel geld we als gemeente uitgeven aan het opruimen van zwerfvuil. Dan kun je natuurlijk, als je een schonere stad wil, wat wij heel graag willen, kun je natuurlijk daar meer op gaan inzetten. Nog meer zwerfvuil uit opruimen. Dan kun je ook eens gaan afvragen, wat kunnen we nou eigenlijk doen om de hoeveelheid zwerfvuil te verminderen om te beginnen. Want als je ziet wat hier aan blikjes en pakjes en flesjes langs onze wegen ligt. Ik schrok er vandaag ook weer van. Ja. Dan denk ik, ja, iemand moet dat allemaal opruimen. Het vervuilt het milieu. Dieren lijden eronder. Uiteindelijk komt van het plastic afval nog via de rivieren een deel in zee terecht ook. Daar zouden we echt als overheid zou je daar stevig op moeten gaan sturen. Sowieso is het hele afvalbeleid natuurlijk ook nog wel een dingetje in Arnhem in ieder geval. Hè? We lijken af te steven op de invoering van Diftar. Ook dat brengt niet wat discussie nog wel her en der teweeg. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, dat is het grappige, want het is ook zo'n discussie waar altijd twee, drie verschillende dingen door elkaar lopen. Hè? Diftar gaat over eigenlijk het betalen per afvalzak voor het afval wat je. Ja, voor het restafval. Wat je verwerkt wil hebben eigenlijk als burger. Ja. Je wil graag van je afval af. En daar kun je één keer per jaar een fix bedrag voor aan de gemeente overmaken. Maar je kunt dat ook deels per zak betalen. Dat is waar Diftar over gaat. En daardoorheen loopt altijd de discussie over omgekeerd inzamelen. Hè? Het feit dat we het makkelijk maken om afval te scheiden. Nou, en het zijn wat mij betreft allebei hele goede stappen om verder te komen. En Diftar, omdat het ook rechtvaardig is. Het is rechtvaardig om mensen die minder afval veroorzaken, daar ook minder voor te laten betalen. En mensen die meer afval veroorzaken, meer te laten betalen. Ja. Dus een stukje eigen verantwoordelijkheid ook voor al dat afval wat je levert. Nee, dat klinkt allemaal logisch. Alleen tegen ze zeggen van, ja, als je dat doet, dan kun je ook afvaldumpingen krijgen. Mensen, hè, al dat soort dingen. Je veroorzaakt misschien wel meer problemen door die financiële prikkel, hè, dat mensen dat willen gaan ontwijken, bijvoorbeeld. Nou, is natuurlijk ook nog de vraag, dat er inmiddels ook met wel inzichten zijn die zeggen van bijvoorbeeld nascheiden, dat het misschien ook nog wel een betere optie zou zijn. Ook stevig gevoerd, bij herhaling zelfs. Ja. Nascheiden kan, maar het is niet te combineren met omgekeerd inzamelen invoeren. En het is niet te combineren met het principe van de vervuiler betaalt, wat voor ons wel een heel belangrijk ideaal is. Dat je toch op een of andere manier een prikkel inbouwt voor mensen om echt minder afval te produceren. Ja. Dat is de enige manier waarbij op de lange termijn ook echt naar een duurzamere samenleving toe gaat, waarin er minder afval omgaat. Want uiteindelijk is afval is dat nou zo? Dat is in basis gewoon weer een grondstof. Hè? Nee, tuurlijk. Maar als nascheiden nou gewoon goedkoper en efficiënter is, hè, waar er zijn onderzoeken die dat beweren, is dat dan niet gewoon de beste methode? Dan zou je alles moeten nascheiden. Dan zou je dus volledig moeten stoppen met de afvalscheiding die we hebben. Nascheiding is nog lang niet voor alle producten mogelijk. Daar begint het al mee. En het andere probleem is dat dan dus degene die goed afval scheidt, hetzelfde blijft betalen als degene die het niet zo goed doet. Of die goed afval wil scheiden, want dan gaan we niet meer scheiden. Wat u natuurlijk aangeeft, wat je dan bij voorstanders van Diftar inderdaad hoort van, hè, het gaat om die gedragsverandering die dan bij mensen plaatsvindt. Hè, dus dat ze echt bewust mee bezig zijn en goed scheiden. Gedragsverandering is natuurlijk een moeilijk iets. Hè, zeker om iedereen op de juiste manier gedrag te doen. Er zullen vast een hele grote groep mensen zijn die dat actief voor u gaan doen. Maar ook mensen die daar toch misschien een loopje mee gaan nemen. Ja, klopt. Er gaan altijd mensen proberen, denk ik, zo'n systeem te omzeilen. Ja. Daar zijn de voorstellen die we over Diftar hebben gehad, als raad ook altijd heel helder over geweest. Altijd geweest, namelijk in combinatie ook met extra inzet op preventiehandhaving, om te zorgen dat de hoeveelheid rommel in de stad niet toeneemt. We zien nu overigens de afgelopen periode dat, omdat die afvalcontainers van het slot gingen, dat er eigenlijk juist een toename was aan het dumpen van afval door mensen van buiten de gemeente, die dan even een aanhangertje of zo komen legen en dat niet allemaal in de container past. En dat zal weer verminderen als al die containers dicht zijn, want het is niet zo interessant meer om je afval naar Arnhem te brengen. Maar
wat ik belangrijk vind, we zagen dat ook bij de invoering van omgekeerd inzamelen. Al in de pilotwijken was het zo. Mm-hmm. In eerste instantie is het even moeilijk. Mm-hmm. En leidt ook echt wel even tot wat verrommeling. Mm-hmm. Mensen die het niet snappen. En mensen die nog een keertje extra erop mm-hmm. gewezen moeten worden. Van kijk, zo is het de bedoeling dat mm-hmm. we dat doen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk na een aantal maanden normaliseerde de situatie weer. Mm-hmm. En was eigenlijk mm-hmm. de hoeveelheid rommel die het opleverde niet groter dan daarvoor. En ik verwacht eigenlijk dat we bij DIFTAR dat ook wel gaan zien als we het goed doen. Hè? Dus we moeten als gemeente goed onze informatievoorziening doen. We moeten zorgen dat we het op tijd rond hebben. Mm-hmm. Daar hebben we een aantal jaren geleden ook eens een keer een heel stevig debat met de toenmalige wethouder over gehad. Van zorg nou dat het op tijd bekend is. Dat op tijd mensen kunnen weten hoe gaan we het vanaf 1 januari doen. Ja. En dat is waar we wat nu wel heel erg belangrijk wordt. Ja. De voorwaarden die wij als D66 hadden bij DIFTAR, dat het rechtvaardig moest zijn voor mm-hmm. mensen met medisch afval. Dat er goede oplossingen voor groen moesten komen. Dat soort dingen. Daar lijkt nu een heel eind aan tegemoet gekomen te kunnen worden. Dus de weg lijkt langzaamaan vrij te zijn om het ook daadwerkelijk te gaan invoeren. Ja, en dan moet je mensen echt heel goed gaan informeren en gaan meenemen in hoe dat werkt. En dat is misschien wel een van de moeilijkste dingen als overheid. Want heel veel van de dingen die misgaan in deze stad en waar we dan in de raad een debat over voeren, gaan ook over informatievoorziening en over een burger die wat dat betreft ook veel verwacht van de overheid. Ja. Als je praat over die gelijke kansen, duurzame toekomst en dat soort dingen, misschien nog even een klein bruggetje terug, maar ik zou bijna zeggen dat je op de inhoud bijvoorbeeld met de Partij GroenLinks daar het best uit moet kunnen komen. Dat verwacht ik ook. Toch? Ja. Goed, dan nog een aanvraag van collega's die voor u bedacht zijn. Mevrouw Dobben van de SP, die wil eigenlijk weten of het niet toch achteraf verstandiger was om het Sociaal Noodfonds in stand te houden. Dat we dan niet nu acuut in de penarie gezeten hadden met zorgtekorten, geeft zij aan. Hoe kijkt u daar met terugwerkende kracht terug? Het Sociaal Noodfonds was een hele goede oplossing voor die overgang, zeg maar, van het sociaal domein naar de gemeente. Betekende namelijk dat, terwijl we niet precies wisten hoe dingen financieel zouden lopen, dat we toch een forse pot achter de hand hadden om tekort op te vangen. Alleen zo'n fonds is wel altijd een tijdelijke oplossing. En de problemen waar we nu tegenaan lopen zijn problemen die ieder jaar weer op gaan poppen. Het zijn verwachte structurele overschrijdingen. Dus dat betekent dat het fonds ongeveer eindeloos groot zou moeten zijn om dat probleem op te lossen. Ja, of zoveel omhoog zou moeten worden. Ik denk dat het op zich het achter de hand hebben van enige buffer, in wat voor een vorm dan ook, het kan ook gewoon in de gemeente financiën in zichzelf zorgen dat niet alle potjes uitgeput zijn. Dat is ook heel verstandig. Dat heel, heel goed is, dat dat nodig is. Maar uiteindelijk voor structurele problemen in de financiering, betaalbaarheid van de zorg, is een tijdelijk fonds nooit een oplossing. Ja, oké. Okay. Helder. Meneer Greving, die wil weten hoe u de samenwerking binnen de raad ziet in het aankomende jaar. Nou, dat vind ik een mooie vraag van meneer Greving. Kijk, wij hebben ook de afgelopen periode steeds gezegd, wij staan open voor samenwerking met iedereen. In de raad, in coalities, in welk verband dan ook. Ik probeer daar zelf ook echt altijd naar te handelen. Dus zoek die samenwerking ook op. En de Partij van de Arbeid is natuurlijk zeker een partij waarmee dat ook inhoudelijk op sommige punten volgens mij goed zou moeten kunnen. Ik denk dat als wij met z'n allen een beetje ons best doen om een besluitvaardige raad te zijn, om keuzes te durven maken, goed geïnformeerd uiteraard wel, maar dan ook stappen vooruit zetten en niet te veel aarzelen daarin, dat we dan met elkaar een hele mooie periode tegemoet kunnen gaan. Maar dan moet wel iedereen fijn aan mee kunnen werken. Ja, dat. Helder. Dan uw eigen vraag, die krijgt u ook meteen mooi terug. U zei van, nou, vraag aan mijn collega's, wat is het belangrijkste dat je in maart 2021 bereikt wil hebben in Arnhem? Daar zullen jullie ook ongetwijfeld zelf over nagedacht hebben. Hoe zou u die vraag zelf beantwoorden? Ja, ik denk dat zoals de stad er nu voor staat, je gaat als gemeente altijd over een veelheid aan onderwerpen, maar ik denk dat het allerbelangrijkste wat op de lange termijn het meest oplevert voor de stad, hè, waar we met z'n allen het meest beter van worden, is uiteindelijk als meer mensen mee kunnen doen in deze stad. Dus dat betekent dat we onze economische ontwikkeling op peil houden, dat we daarmee zorgen dat er meer banen zijn en dat we ook door die persoonlijke aanpak het voor elkaar weten te krijgen dat de mensen die nu aan de kant staan, die dat ook helemaal niet willen over het algemeen, de kans krijgen om mee te doen in deze stad. Okay. En daarin is echt een van de punten waarin we als Arnhem achterlopen op de rest van het land. En dat zou
absolute topprioriteit moeten zijn. Want het helpt mensen uit de financiële problemen, uit de schulden. Het vergroot kansengelijkheid. Daar zouden we volgens mij met z'n allen echt naar moeten streven. Dan tot slot eindig ik ook altijd even om uzelf, of in eerste instantie uw partij, een cijfer te geven over het afgelopen jaar. Vorig jaar ook gevraagd aan mevrouw Anderweg. Dit jaar een vraag voor u. Welk cijfer verdient uw partij over het afgelopen jaar? Ja, vind ik altijd een hele vervelende vraag, want waar moeten we dan op beoordelen? Hè? Dus ik denk dat mevrouw Anderweg zei vorig jaar, ik denk dat dat eerder aan anderen is om ons een cijfer te geven, volgens mij. Dat is maar de enige vorig jaar die vraag niet beantwoordde, inderdaad. Ja. Kijk, als je SEC naar een politieke fractie wil kijken, dan vind ik dat je moet kijken naar wat is er ook door die fractie gepresteerd. Mm-hmm. Dan hebben we echt een heel aantal mooie eigen initiatieven neergezet die stuk voor stuk, wat mij betreft, allemaal tienen waard zijn. Mm-hmm. Maar ja, je hebt het ook over de politieke dynamiek als geheel. Mm-hmm. Dus onze eigen initiatieven die het halen, nou, die zijn met vlag en wimpel geslaagd, zou ik zeggen. Het gaat over het agenderingsrecht voor inwoners vanaf 12 jaar. Mm-hmm. Dat gaat over een verdere verruiming van de koopzondagen, dat soort dingen. Mm-hmm. Het zijn mooie, kleine dingen, maar mooie dingen die we gedaan hebben. Mm-hmm. Als je het hebt over het politieke proces als geheel, kun je eigenlijk niet naar een individuele fractie kijken, maar moet je kijken naar hoe sta je er als raad op. En dan vind ik dat we het magertje doen en dat we het echt beter moeten. Ik ga er geen cijfer aan hangen, want dat is demotiverend misschien. Mm-hmm. Maar ik vind dat we het echt beter moeten doen. Want ik vind dat je als raad als geheel een 10 zou moeten kunnen halen voor de stad. Uw eigen fractie een dikke voldoende, raad als geheel een kleine voldoende? Ik zeg mijn eigen fractie op die concrete punten die je kunt meten. Daar bent u trots op. Daar ben ik absoluut trots op. Ja. Ik vind dat we als raad als geheel, dat we het gewoon niet goed genoeg doen. Nee. En dat ligt aan ieder raadslid evenveel. We zijn met 39 en ik vind ook dat je altijd naar de combinatie van alle 39 moet kijken. En hoe het gaat. Goed. Bedankt voor uw tijd en een goed proces verder. Dank je wel.